Met het project Limburg 1914-1918, kleine verhalen in een grote oorlog, hebben we op een creatieve manier de samenwerkingsverbanden tussen de Limburgse gemeenten en hun inwoners aangehaald. Iedere gemeente heeft zijn verhaal op zijn manier verteld. 44 betonnen stuilhelmen symboliseren de Duitse bezetting van Limburg tijdens Wereldoorlog 1. Op weg naar hun gemeente om ze creatief te bewerken en een boodschap mee te geven. 44 gemeenten met elk hun eigen verhaal. 44 creaties weerspiegelen hoe de soldaten in 1914 naar de oorlog vertrokken en 4 jaar later veranderd en getekend voor het leven terugkwamen. Het belangrijkste aspect van de Eerste Wereldoorlog in Kinrooi en hier in Molenbeersel is die elektrische draad die hier gespannen werd in 1916 om uiteraard de Belgen binnen te houden en de Nederlanders buiten. Nederland was neutraal en er waren heel veel mensen die naar Nederland wouden gaan om te vluchten uiteraard of om naar het leger te gaan via Nederland naar Engeland en zo terug naar Frankrijk om aan de IJzer te gaan vechten. Maar er waren ook heel veel mensen die hier boodschappen doorgaven, brieven doorgaven. Er zijn een aantal mensen doodgebleven, een 20-tal aan onze grens. En daarnaast zijn er duizenden mensen gelukkig levend over de draad heen gekomen. Christian Vrinsen woont al jarenlang in Molenbeersel en is al 10 jaar lang graffiti-kunstenaar. Zijn werk viel op door het feit dat hij de schutting van zijn eigen huis volledig beschilderde met graffiti-kunst. En daarom hebben we hem ook gevraagd om ons beeld van de elektrische draad over te brengen op die helm. We zijn op zoek gegaan naar een beeld dat onze gemeente grenzeloos kan maken. En hoe kunnen we dat anders dan de elektrische draad van 1914-1918 gewoon door te knippen en open te maken, zodat we opnieuw grenzeloos zijn. Van gevangen gemeenschap in de Eerste Wereldoorlog naar de vrije, grenzeloze gemeente Kinrooi van 2015. Grijs. In een wereld waarin kleur totaal werd kapotgeschoten, zoeken wanhopige mensen het witte licht achter het afgrijzelijke. Velen liepen verloren in het zwart, dat onze herinnering zal blijven kleuren. De 44 helmen zijn een blijvend symbool ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Limburg en gaan naar hun laatste rustplaats. Alle info op www.limburg1914-1918.be.